Hallo allemaal, welkom weer terug op mijn kanaal. Ik heb vandaag een hele leuke shoplog, namelijk een van de Action. En die wordt altijd heel goed bekeken en die vinden jullie altijd hartstikke leuk. En sinds kort hebben wij dus een Action in het dorp, dus heel dichtbij. En het is ook echt een hele grote, dus dat is heel leuk. Maar ik kom er dus regelmatig en dit is denk ik van 3 of 4 keer bij elkaar. Dus ik heb af en toe gewoon wat meegenomen. Was ik met de kinderen en de kinderwagens, kon ik niet heel veel meenemen. Maar gewoon 4 keer bij elkaar van alles geshopt. Ook wat leuke paasspulletjes en decoratiespulletjes er nog bij. Verder snoepgoed, wat dingen voor Hugo, wat praktische dingen. Dus van alles en nog wat. Dus ik wens jullie veel plezier met het kijken van deze shoplog. En als eerste had ik 1 keer een tasje van de Action gehaald zelf. Normaal heb ik altijd andere tassen mee. Want ik heb hier een van de Zeeman, zo'n tas. En die zit ook vol. Want ik heb aan deze kant ook nog wat spulletjes liggen. Dus ik ga snel beginnen. Nou, als eerste zagen jullie misschien wel deze sierbloemen. En dit zijn van die bollen. Noemen ze Allium. En die kosten 99 cent per stuk. En ik vind ze heel erg leuk. Ik wil ze eigenlijk afknippen en dan voor op mijn bureau neerzetten voor decoratie. Ik had laatst leuke hyacintjes, maar ja, die zijn na een week uitgebloeid. En dan wordt het weer een rommeltje. Dus kunstbloemen vind ik voor boven bij mijn make-up tafel toch iets praktischer. Dus vandaar dat ik deze 3 meenam. En ik nam ook weer 2 van deze pakken wattenschijfjes mee van Bella. Ik vind die heel erg fijn en ze kosten 48 cent per pakje. En we blijven even in de beauty, want ik vond deze fijne producten van Dove. En dit zijn de Purely Pampering voedende lotion met shea butter en warme vanille. Ja, dat is een voedende douchegel met dezelfde geur, want ik hou er dus altijd van om setjes te hebben. En de douchegel was €1,79 en de body lotion €1,99. Dan een voetencreme en deze kocht ik al eerder. Deze gebruik ik heel graag. Het is een voetencreme van Foodcare met betaïne, hyaluronzuur en shea butter. Of shea butter, ja, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar in ieder geval, deze kost €1,19. En ik gebruik nu, ik gebruik hem nu al, dus dit is echt een backup. Ja, ik vind hem gewoon echt heel erg fijn. En het allerfijnste eraan vind ik dat er geen eucalyptus en pepermunt en dat soort dingen in zitten. Want dat vind ik gewoon niet prettig. Want ik smeer mijn voeten altijd in voordat ik ga slapen. En anders moet ik weer terug in naar de badkamer met vette voeten om mijn handen te wassen. Omdat het dan gewoon heel irriterend is, vind ik. Die geur van eucalyptus en pepermunt. Dus die zit hier niet in en dat vind ik heel fijn. En verder is het gewoon echt een hele lekkere zachte voetcreme. En hij kan dus ook nog prima voor je handen. Dan nam ik nog een leuke tandenborstel mee voor Vera van Colgate. Het is van 0 tot 2 jaar. Vera heeft nu 3 tandjes. Dus ik ben meteen begonnen met poetsen. Zodra het eerste tandje kwam. En deze kost 89 cent. Begin ik eerst nog even met de ongezonde dingen. Ik nam deze Toblerone mee voor 85 cent. Mijn vriend vindt deze heel erg lekker. Ik ben nu aan het lijnen. Ik doe Weight Watchers, dus ik eet even geen chocola. Maar ik neem ze dus wel mee voor mijn vriend. En dan ook nog 2 van deze pakken Ballisto. En 1 met forest, met forest fruit, met bosvruchten en yoghurt. En 1 met muesli en noten. Kostte 99 cent per pakje. En deze wil ik nog wel eens gebruiken als ik echt de hele dag gewerkt heb en daarna meteen ga sporten. Dan neem ik toch eens een reep. Kost me een aantal punten voor Weight Watchers, maar dat kan wel. Dus echt als ik echt een keer trek heb, dan als uitzondering neem ik dan zo'n reepje. En dan geniet ik er ook echt van. Dan zag ik ook dat ze wat biologische producten in de schappen hebben bij Action. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Dus ik nam deze 100% organic notenpasta mee. En dit zijn gemengde noten. Wat zit er allemaal in? Pinda's, cashewnoten, amandelen en hazelnoten. En verder zit er gewoon niks in. En dat vind ik wel heel erg fijn. Er zit volgens mij ook geen suiker in. Nee, het is echt alleen de noten. Dus dat is echt hartstikke goed. En de potnotenpasta kost €2,79. En dan nam ik voor €1,49 deze havermout mee. Maar het is 100% organic havermout met kokos en moerbeien erdoorheen. En dat leek me wel een extra lekker als je havermout maakt. Zit er al een beetje een smaakje in. Dan kocht ik voor op mijn make-up tafel nog een pakje Kleenex doekjes. Deze kostte 89 cent. Zijn gewoon fijne zachte tissues. Deze leuke enveloppen met bloemen en sterrenprint. Er zitten in totaal 4 enveloppen in. Ik ben een beetje mijn make-up aan het opruimen. En af en toe verkoop ik ook iets van de duurdere producten. En dan kan ik deze mooi hierin opsturen. Ze kosten 99 cent, dus voor 4 enveloppen. En dat is echt helemaal niet duur. Vooral niet als je bijvoorbeeld kijkt bij de Bruna. Wat een gewoon wit luchtkussen envelop kost. Is dat niet duur. En er zitten ook nog 4 etiketten bij. Kocht ik ook nog 2 leuke dingetjes voor Hugo. Als eerste dit visnetje met visjes erbij. Hier speelt hij heel graag mee in de douche. Ik heb namelijk een klein emmertje in de douche. En dan gooit hij visjes erin en dan gaat hij daarmee
vissen, gaat hij met dat zeefje aan de gang en dat is echt hartstikke grappig. En die kost 99 cent. En op deze puzzeltjes is Hugo ook heel erg gek. Het zijn echt hele leuke kleine puzzeltjes met 30 stukjes. En hier heeft hij er al meerdere van. Heb ik er al meerdere van gekocht. Kostte 79 cent per stuk. Ze gaan best wel snel stuk hoor. Maar dan kan je een beetje afwisselen. En ik koop ze gewoon af en toe ook opnieuw als ze kapot gaan. En ja, hij is er echt heel erg dol op deze puzzeltjes. En hij kan ze ook al vrij goed maken. En dat vind ik echt trots zijn mama. Want hij is 3,5 en hij kan al hartstikke goed puzzelen. Nog wat lekkers meegenomen voor de vogeltjes. Dat is een zo'n soort zaad, allemaal samengeperste zaadjes op een stokje. Dus die kan je bijvoorbeeld in een plantenbak of wat dan ook zetten. En deze kostte 99 cent. En dan heb ik nog wat dingen voor Pasen gekocht. Het is eind maart is het Pasen. En ik wilde gewoon een leuk paasbordje maken. Ook leuk voor de kinderen. Ik nam deze twee soorten eieren mee. Dit zijn gewoon gekleurde eieren met wat letters erin. En dit zijn witte eieren met een verfje erop. Kostte 99 cent per stuk. Dan nam ik nog van dat sisal mee. Ook een beetje in de paaskleurtjes. En die kostte 57 cent per pakje. En deze twee kuikentjes, die vond Hugo heel erg leuk. Kostte 75 cent per stuk. En die zijn ook natuurlijk hartstikke schattig om neer te zetten. Ik ga ook nog even op zoek naar een paasstak met wat dingetjes erin, want dat vind ik ook heel erg leuk. Ik doe het vooral voor de kinderen, de decoratie, omdat die het natuurlijk heel erg leuk vinden, maar ik vind het stiekem zelf ook wel gezellig staan en zo krijg ik weer een beetje zin in het voorjaar. Nou, dit zijn weer al mijn items die ik in 3 of 4 keer meenam van de Action. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken en ik wil jullie daarvoor ook bedanken. Ik zie jullie graag de volgende keer. Vergeet niet duimpjes omhoog te doen als je hem leuk vond of een leuke comment achter te laten. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat leuk vindt. Doeg!